Yo mensen, het is je boy Dylan hier, weer terug met een nieuwe video. Vandaag is dit een Q&A. Ik weet het is niet aangekondigd, maar ik wil graag voor jullie een Q&A doen. Dus ik heb de vraag gesteld op Facebook, stel vragen voor een Q&A. En ja, we gaan beginnen met Q&A. Robbe Paassen vraagt, wat is je droomberoep? Eigenlijk... Ik doe al een deeltje van een droomberoep, dat is kok worden. Maar mijn ultieme droomberoep is YouTuber zijn. Robert Paassen vraagt nog eens, als je één ding mocht meenemen naar een onbewoond eiland, wat is dat dan? Wat zou dat dan zijn? Dan zou ik eigenlijk een... Zou ik eigenlijk een bootje of zo meenemen, een opgeladen bootje? Dan kan ik dan maar terug naar hier moeten. Nee, terug naar hier komen. Hè. Wat is je favoriete eten? Dat is eigenlijk een hele moeilijke. Mijn favoriete eten? Pizza. Alexi van Mi Alexi vraagt: waarom doe je YouTube? Alexi, kan je dat dit aan haar fijn uitleggen? Ik doe aan YouTube omdat ik, ja, omdat ik dat eigenlijk heel graag doe. En dan vraagt Alexie, hoe kom je aan de naam Altijd Dylan? Het was eigenlijk een tip van u, Alexie. Ik heb die gewoon uitgevoerd en ik zei ook, omdat iets Dylan, dat werkt niet zo goed. Wie is je favoriete YouTuber, de zaakjes waarmee je stuurt? Mijn favoriete YouTuber waarmee ik stuur, allee, dat zijn er eigenlijk twee, dat is Sven Wilkens en Mia Alexi. Sven Wilkens vraagt, wat is je doel dat je wilt bereiken met YouTube? Mijn eerstvolgende doel is eigenlijk de 100 abonnees bereiken. Ik hoop dat dat snel gaat lukken. De 100 abonnees die zijn... Ja, die zijn kort bij nog, 35 abonnees. Fubu Pardon vraagt, wat is je favoriete pizza? Dat is even nadenken. Mijn favoriete pizza is... Gewoon een pizza Hawaii. Ken Womarts vraagt, Ken Womarts van... Ja, ik weet niet of zijn kanaal. Wie is je beste kameraad? Mijn beste kameraad, Ken, dat zeg jij. En ja, ook Sven en Alexi. Fubu Pardon vraagt nog eens. Welke Ben en Jerry vind je het lekkerste? Of vind je het beste? De Ben en Jerry dat ik het liefste heb is zo... Cookie Dough. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Cookie Dough dus. Nu ga ik zelf een paar vragen bij mij zeggen. Wat is het? Waarom doe ik eigenlijk aan YouTube? Om jullie als abonnees te houden. En ja, om gewoon voor mijn plezier. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Het was eigenlijk een korte Q&A. Zoals ik zeg, bye bye, tot de volgende video.